waarin Pool B van de nacompetitie de Drenthe versloegen gisteravond in een matige derby Veendam met 2-1. Veendam was niet de mindere, maar Emmen benutte de kansen beter. Het was teleurstellend dat minder dan 6000 mensen naar de Meerdijk kwamen. Zij waren in de minderheid. We zagen wel dat hun ploeg Veendam in de beginfase het beste van het spel had. Prinsen met de voorzet. En Oosting is dicht bij een treffer, maar Michelsen grijpt in. Kort daarna, er is ongeveer een kwartier gespeeld, opnieuw Oosting aan de basis van een kansje voor Veendam. En afzwaaien. Maar Prinsen, de gelegenheidslinksbuiten, hij viel voor Rumbiak in op die plaats met de voorzet. En Peter de Roo. En daar zat meer in. Emmen zit dan niet goed in de wedstrijd, maar krijgt één kans. Van Oosteren. En zo'n kans moet je natuurlijk niet geven. 1-0 na 28 minuten voetbal. Eén kans, één goal voor Emmen. Drie mensen van Veendam naar de eerste paal. En Van Oosteren helemaal vrij. Pijnlijke fout in de defensie van Veendam, vond ook trainer Schulting. Ja, en als je dan kijkt hoe die kans ontstaat, vind ik dat McEndrew dichter op Oosteren moet staan. Want hij mag in die spelsituatie niet vrij aanleggen in de eigen 16 meter. Hij kon aanleggen, kon die bal nog een keer laten stuiten. En kon hij vrij een hoek uitzoeken. Nou, dat soort kansen moet je Van Oosterom hier geven. Peter de Roo met de vrije bal. Uneke kan helemaal ongehinderd inkoppen. 2-0, 7 minuten na rust. Peter Uneke achter Wiekens langs. De vrije scoringskansen, dat doet hij heel goed, de verdediger van Emmen. Ik vond het ook een verdedigingsfout, omdat stilstaande situatie, dan weet Prinsen dat Uneke zijn man is. En Uneke kon weliswaar goed inkopen, dat wel, maar werd hem ook geen strobreed in de weg gelegd. De wedstrijd lijkt gespeeld. Theo Michelsen neemt natuurlijk zijn tijd, pakt de seconde. Lange haal. Goed doorgekopt door Drenthe, daar is Stroeven. Die speelt slor uit en moet 3-0 maken. Maar hij is mild. En dan komt Veendam zowaar nog terug in de wedstrijd. Wiekens met de opening. Dantuma. En Radomski. En dat is een hele goede goal. 2-1 en Veendam is terug in de wedstrijd. Prima voorzet van Dantuma. Radomski voor zijn man. En Michelsen kansloos. En ze geloven er nog in, de supporters van Veendam. Slor met ingooi. Opnieuw slor. En hij ziet Oosting. Jozef Oosting. En de redding van Michelsen. Nog een keer Oosting. En dat was de beste kans van Veendam op de gelijkmaker. Emmen met een tegenstoot. Duel tussen Wiekens en Drent. Martin Drent trekt Wiekens onderuit. Hij zegt tegen Dick Jol, niks aan de hand, waar maak je je druk om? En ja, daar houdt Jol niet van. Greep in de borstzak, gele kaart en Martin Drent is er aanstaande zaterdag bij Veendam tegen Emmen niet bij. En dat scheelt de slok op een borrel. En Grieven die baat daarvan, natuurlijk. De laatste seconde. Jol vindt het genoeg. En Emmen wint, verdient, want het benutte de kansen beter. Maar Schulting ziet het anders. Over een hele wedstrijd genomen vind ik niet dat Emmen aanspraak kon maken op de overwinning. Kijk, als je met 2-0 achter staat, dan weet je dat 2-2 nog een beste resultaat is wat er te halen is. Maar over een hele wedstrijd genomen vond ik ons bepaald niet minder. Ik vond jullie zelfs voetballende betere ploeg. Ja, en ik denk ook qua agressiviteit en qua fitheid vond ik ons ook beter ogen dan Emmen. Maar nogmaals, ja, doelpunten beslissen de wedstrijd. En daar is Emmen dit hele seizoen net even wat nadrukkelijker en wat scherper in dan wij. Aanstaande zaterdag 19:30, lange leegte, revanche, Veendam tegen Emmen. Emmen dus op kop in Pool B met 6-3, net als NEC, maar Emmen heeft een beter doelsaldo. En Veendam is derde met 4 punten en Cambuur is met 1 puntje zo goed als zeker uitgeschakeld.